CBN Prime Alert van zaterdag 11 maart 2017 uw aandacht voor de headlines. Verpleegkundigen moeten meer documenteren. Ashram geopend, de leiding 11A. Malhu Makhanchor moet nationale feest worden. Vermist meisje Cindy opeens tevoorschijn gekomen. Doe wanneer gaat nieuwbouw with Samti open? Parlementariërs vragen wederom aandacht voor criminaliteit. Man doodgeschoten in Brokopondo. Het leven van een inheems meisje. En politieregio West stelt draaiboek op voor Pagwa Weekend. Vrijdag hebben 19 afgestudeerden, namelijk 17 operatieassistenten en 2 nierdialyse technici van het AZP hun diploma ontvangen. Waarnemend verpleegkundig directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Fausia Niamet, drukte hen op het hart om mee te gaan met de ontwikkelingen omdat het beroep niet statisch is en benadrukte het belang dat verpleegkundigen een loopbaanperspectief hebben. Medisch directeur Lindy Liaukifa van het AZP moedigde de geslaagden aan om kwaliteitszorg hoog in het vaandel te houden. Ieder weet dat assisteren bij een operatie een zeer verantwoordelijke, maar ook een erg boeiende taak is. Je moet ervoor zorgen dat de patiënt optimale zorg krijgt voor, tijdens en na de operatie. En dat binnen een team van medische specialisten, waarbij een goede afstemming van levensbelang kan zijn. Tijdens de operatie kun je verschillende taken uitoefenen. En dat kennen jullie allemaal beter dan ik. De vaktermen zijn instrumenteren, omlopen of assisteren genoemd worden. Ja toch? Dat is de aanzien van de operatieassistent. De anesthesiemedewerker controleert voor de operatie alle benodigde apparatuur. Ja toch? Zeg maar als ik iets verkeerd zeg. En assisteert de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving. Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie. Toch? Zowel de operatieassistent als de anesthesiemedewerker zijn belangrijke schakels binnen ons zorgproces. Een operateur zal niet kunnen opereren indien deze twee specialisaties er niet zijn. Jullie zijn van eminent belang. Om de professionele kwaliteit van de beroepsgroep te verbeteren, zullen wij als organisatie moeten focussen op deskundigheidsbevordering, verbeteren van het loopbaanperspectief, invoeren van evidence-based practice. Jullie kennen deze benamingen al? Deskundigheidsbevordering, evidence-based? Ja toch? Wij zullen als organisatie ervoor moeten inzetten dat alle zorgverleners, niet alleen de OCA, maar alle verplegenden en met hun specialisaties, het vanzelfsprekend vinden dat zij hun deskundigheid continu op peil blijven houden. Zowel de algemene kennis als specialistische kennis en dat zij daarbij optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd zullen worden door de organisatie. U weet, er is een hele reorganisatie bezig met de opleiding en al deze aspecten zullen aan de orde komen. Om de zorgverleners te behouden en aan te trekken en om hen te stimuleren hun deskundigheid op peil te houden, is het noodzakelijk dat zorgverleners een loopbaanperspectief hebben. Je bent nu, sla, maar wat is je toekomst? Waar zie je jezelf over 5 jaar? Waar zie je jezelf over 10 jaar? Zie je jezelf als een manager? Want wij vergrijzen veel plaats, toch? Jullie zijn de mensen die gaan moeten overnemen. Dus je bent ook een assistent geworden, maar waar zie je jezelf over 5 jaar? Waar zie je jezelf over 10 jaar? Bij de invoering van de evidence-based practice in de zorg is essentieel om een optimale kwaliteit van de zorg te bereiken. Van belang hierbij is het evidence-based protocolering en borging van best available practice. Wij als verpleegkundigen doen heel veel, maar we leggen niet vast. We doen heel veel,
Maar we leggen niet vast en dat moeten wij nu ook doen. Voor een goede zorgverlening is het noodzakelijk dat deze zich blijft aanpassen aan maatschappelijke, demografische en technische ontwikkelingen, nieuwe medische inzichten en overheidsmaatregelen. Ons beroep is niet statisch, toch? Ons beroep is dynamisch. We moeten meegaan met de ontwikkelingen. Streven is vanuit het ziekenhuis om steeds meer professionals aan te leveren. Wat de samenleving van ons vraagt is dat we hoogwaardige kwalitatieve zorg leveren. Dat staat onze missie en onze visie. Het komt van verschillende instellingen. Maar dat is gewoon wat die samenleving van ons verwacht. En zoals meneer Manu vandaag heeft aangegeven, de spiegel, die verwachting, dat moeten wij waarmaken. Want wij verwachten ook, als wij gaan naar any other instelling, waar dan ook, verwachten wij ook die topklinische zorg. Dus als we dat verwachten, dan moeten wij dat ook bieden. Betekent dat wij alles moeten doen met een zekere passie. Toch de passie om het goed te doen voor die patiënt, het beste te geven wat we kunnen, naar beste weten en kunnen. Betekent dat we ons vak zullen bijhouden. Dus vandaag ben je geslaagd. Maar dingen veranderen, de wereld verandert, technologie verandert, evidence verandert, wetenschap verandert. We gaan onszelf moeten bijhouden. En betekent niet altijd dat de werkgever dat gaat doen, dat sommige dingen ga je zelf moeten doen. Je gaat zelf moeten investeren in het kunnen leveren van topkwaliteit zorg. Toch? Dus het is een zekere verantwoordelijkheid die ook bij jullie ligt. Het ligt gezamenlijk, we zullen het ook doen via de werkgever, maar we zullen samen die topkwaliteit, die hoogwaardige kwalitatieve zorg moeten leveren. We krijgen ondersteuning vanuit de opleiding, maar een heleboel komt van onszelf. Net wat meneer Manhoeven zegt, het is een echo. Wat je verwacht, dat verwacht men ook. Dat wij verwachten het ook dat men van het geeft. Het is niet meer als op school, toch? Wanneer je denkt, ach, met een 6 zal het wel lukken. Wanneer ik vraag aan die kinderen van school, toch? Een 6 wil je hebben, hoor. Maar wanneer je in het ziekenhuis ligt, verwacht je niet dat die zuster die naast dat bed staat met een 6 is geslaagd. Toch? Je verwacht het beste. En ik denk dat we dat moeten blijven leveren. Dus laten we dat vasthouden voor de rest van onze carrière. Het geldt voor ons allemaal. Dat we proberen om steeds onder alle omstandigheden het beste te leveren. Het beste weten en kunnen. En dat we ook achter die kennis aangaan. Ik wil u feliciteren met deze dag. Ik wil dank zeggen aan ieder. Natuurlijk aan jullie zelf voor jullie inzet. Het is een lang traject geweest. Het is een lange beren traject geweest. Ik ben gebeld geworden door ziekenhuizen, door mensen, alle soort dingen. Het is inderdaad, het is een zwaar en lang traject geweest. Maar jullie hebben volgehouden en we mogen blij zijn dat we er vandaag staan. Dank aan jullie partners, aan de familie thuis. Iedereen die heeft ondersteund, ook die werkgever en de collega's en de docenten. Iedereen, zuster Mildred, Leslie mag ik vooral niet vergeten, die we met veel pijn en moeite hebben gebedeld en gebedeld en gebedeld. En ondanks de ziekte toch heeft en moeite heeft gedaan om toch alles er doorheen te krijgen. Ze heeft toch heel, heel veel gedaan voor deze opleiding. Ook de dialyse technicians, dat heeft wat langer geduurd, maar goed, jullie zijn er doorheen. Laten ook jullie die kwaliteit van zorg leveren die de patiënten van ons allemaal verwachten. Vandaag heeft na een puja de opening plaatsgehad van de Pragyadham Ashram van voorzitter Sadhvi Lalita Pragyagiri van de stichting Pragyadham Suriname. Wij van TBN Prime Alert waren hier ook aanwezig en spraken met de Sadhvi waarom zij toch een ashram heeft geopend. Maar het belangrijke is wat een ashram is en welk doel dit allemaal toch zal gaan hebben binnen de Surinaamse gemeenschap. We voeren u naar het verslag welke wij hier maakten bij de pas geopende ashram van de stichting Pragyadham Suriname van Sadhvi Lalita Pragyagiri, welke gevestigd is aan de Sukaregioweg 120 en dat is een zijstraat van leiding 11A. Sadhvi Lalita Pragyagiri, voorzitter van de stichting Pragyadham Suriname. Jullie hebben vandaag na een puja de opening gedaan van jullie ashram. Voor de kijkers die dat niet weten, wat is een ashram? Een ashram is een plek waar alle heiligen en alle mensen kunnen komen hier. Ze mogen ook verblijven. Een ashram is een plek waar een sadhu woont, een guru woont en noem maar op. En deze ashram hier is in naam van mijn guru, Pragyananji Maharaj, hebben we hier nu een Pragyadham.
Pragyat Ham betekent, Pragya betekent spiritual wisdom, spirituele wijsheid. En Ham betekent huis. En hier is iedereen welkom in zo'n ashram om spirituele kennis te ontwikkelen en verder een gezond en gelukkig leven te krijgen hier op deze aarde en hierna ook. Wat gaan jullie precies allemaal hier doen? Wij gaan mediteren, yoga doen en wij gaan dus morgens bij zonsopgang en 's avonds bij zonsondergang onze Gayatri Mantra Jap doen. Dat is het universele mantra. Dat is eigenlijk een chant, maar dat wordt mantra genoemd. En dat is voor algehele geluk van de mensheid van Suriname en van de hele wereld waarvoor wij gaan bidden, dat iedereen geluk mag ervaren. Wanneer heeft u de roeping gehad? Dit is al eigenlijk heel lang al. Eigenlijk van jongs af al, zonder dat ik het wist, heb ik volgens de regels van Bhagavad Gita geleefd. Totdat ik ontdekte van in 1986 dat er meer is dan alleen maar wat we hier hebben. Dus contact eigenlijk met Paramatma. En dat is een heel bijzondere ervaring. Dat is wanneer je algehele vrede en geluk ervaart. En dat is van dien af toen begonnen. In 2008 heb ik deze Guruji leren kennen. En hij zag het al meteen dat ik een sadhu, eigenlijk een sadhvi ben. En hij heeft me vaak gevraagd om dat te worden. Maar omdat ik als moeder eerst mijn plicht had om mijn kinderen uit te huwen en hun een plek te geven, heb ik even gewacht. En op 11 november vorig jaar ben ik officieel dus een sadhu geworden, een sadhvi geworden. Sanyasin heet dat. En was de ontmoeting een toevalligheid? Dat toeval bestaat niet in ons dharm. Toeval bestaat niet, alles is al voorbestemd en wat voorbestemd is, komt op je pad. Zo komt soms een guru naar de sisje en soms gaat de sisje naar de guru. En zo was het zo, op dat moment zat ik heel diep te bidden in een tempel, in Krishnamandir tempel in Nederland, waar ik dat, sprak met God van waarom mag Gayatri Mantra alleen maar door Brahmanen en mannen gedaan worden. En ik was heel erg ontevreden en verdrietig. En ik zei tegen Durga Mata, u bent ook een vrouw. Waarom mogen vrouwen geen Gayatri Mantra opzeggen? En waarom mogen niet andere mensen van andere kasten dan alleen Brahmanen zeggen? En het was geen toeval. En op Singhasan zat deze Gurudev, die had ik voor het eerst gezien daar. En hij zei als eerste, mijn vraag werd meteen beantwoord. Hij zei, Gayatri Mantra, sabke liye. Maakt niet uit, ras, geloof, een secte, wat dan ook. Voor iedereen is Gayatri Mantra. Het is een universele mantra, vandaar. En welk proces heeft u allemaal moeten doorlopen om een sadhvi te worden? Ik begon eerst, omdat in Suriname de mens eigenlijk niet beter weet. Je gaat met de cultuur mee en je gaat vlees en vis eten. Het begon daarmee van toen ik bewust werd van nee, dat is niet goed. Dat is hinsa. En ons geloof, onze dharm is ahinsa. En toen ben ik begonnen om helemaal vegetariër te worden. En op dat moment begon er allerlei krachten naar mij toe te komen. En het is alleen maar uitgegroeid. En met Guru Seva heb ik dus gemerkt dat je algehele vrede ervaart. Ook al leef je in deze luxe wereld of in de arme wereld. Je geniet van het leven nu. Voor wie is deze ashram allemaal open? Dit ashram is voor iedereen open. Dat wil zeggen jong en oud. Ik heb mijn onderwijservaring in Nederland en Suriname. Alle hindoescholen heb ik hier gedoseerd. En in Nederland ook. En mijn taak is om hier gewoon een stukje kennis mee te geven. En ervaring mee te geven wat ik heb meegemaakt in India, Nederland en in Suriname. Ik weet wat betekent wat armoede is. En ik weet wat betekent wat rijkdom is. En ik heb beide fases in mijn leven gehad. Daarom heb ik begrip voor iedereen. En iedereen is welkom. Iedereen die spiritueel wil groeien, die mag altijd hier komen. Ook als ze hulp nodig hebben. Daar sta ik voor om naar hun te luisteren. En misschien een goede weg te vinden voor hun. Waarom uiteindelijk gekozen toch voor Suriname? Nou, Suriname is mijn geboorteland. En ik heb zoiets van, we hebben ook plichten tegenover ons geboorteland. Het land zelf waar je groot geworden bent. Dharti Mata is heel bijzonder dat wij dankbaar moeten zijn. Ik heb alle luxe gelaten van Nederland en in India zou ook wel kunnen. Maar ik dacht, Suriname is mijn geboorteland. En toen heb ik gezegd, jis des jati min des dharma janam liya balidan usipar ho jave. En dat heb ik gedaan. En ik wil hier heel oud worden en zoveel mogelijk mijn liefde en alles delen met de mensheid hier. We staan er aan de vooravond van het Holy Feast. Vieren jullie dat ook?
Wij vieren dat ook en vooral, we gaan heel veel in gebed. Want wij weten dat je het kwade kan alleen maar overwinnen door goed te zijn, goed te leven met de mensheid. Door kennis te delen met elkaar, door liefde te delen met elkaar en geen vijandschap met elkaar te houden. En proberen om je ego, die zelfzucht, alleen maar naar jezelf om te draaien tot iets bijzonders. Want we zijn allemaal kinderen van eenzelfde Paramatma. En wij zijn met de natuur één. En ik wil hebben dat iedereen liefde moet ervaren. Maakt niet uit. En wees niet boos op elkaar. Verontschuldig jezelf. Of ga gewoon door met je verder met je leven. En blijf lachen en glimlachen. Want dat geeft iedereen heel veel geluk. Ja. Zadwi, wat zou u dan tenslotte aan die gemeenschap willen zeggen? Wat uw ashram aangaat? Ik zou de gemeenschap allemaal oproepen. Kom gewoon langs. Je mag ook bellen. We hebben onze website. Dat is www.pragyadham.com. Daarop staat al onze doelstellingen geschreven. Ook zijn er contactnummers. Bel ons en maak een afspraak. Kom en dan kunnen we altijd iets van leren. En wij gaan dus dagelijks zijn ze welkom van bij zonsopgang. Dat is tussen 6 en 7. En s'avonds tussen 6 en 7. Dan gaan wij dus de Gayatri Mantra Jap doen. En Pura compleet. Waarbij iedereen, en we gaan Bhajan Kirtan doen. Gewoon dat gevoel geven van je bent hier thuis. En liefde mag iedereen genieten van. En die uitnodiging gaat ook naar jongeren toe. Vooral naar jongeren ook. Ik wil de ouderen en de jongeren die juist hulp nodig hebben. Maar de jongeren zijn onze toekomst. Van Suriname vooral. En ik zou graag willen dat alle jongeren zouden komen. Om op zo'n fijne manier toch iets geweldigs hier te kunnen maken van dit leven. Ook al heb je welk vak dan ook. Als je goed bent in je vak, dan doe je het goed in Suriname. En dat heeft Suriname nodig. Rani Entertainment en Anything International, die zetten een holy traditie voort. En dat is het Makenchor, welke jaarlijks plaatsvindt in Palmentuin. Dit jaar zal het wederom niet ontbreken. Vandaar dat we dan staan met de grote motor hierachter. En dat is dan de heer Dinis Malhu. Heer Malhu, dit jaar wederom Makenchor. Wat kunt u ons vertellen over die dag? Ja, zoals bekend, maandag 13 maart wordt over de hele wereld weer door alle Hindoes Pagwafis gevierd. En wij hebben toen in 2013 hier de introductie gedaan op Pagwadag in de Palmentuin. Het Makenchor-spel door een groep te halen uit Trinidad om de demonstratie hier te geven. En toen heb ik me voorgenomen om dit spel als traditie hier te introduceren in Suriname, dat Surinaamse jongeren moeten deelnemen. In 2014 zijn we toen begonnen met 3 groepen het Makenchor-spel hier te organiseren in de Palmentuin. En nu, onze 5e jaar, 2015, mag ik met trots zeggen dat wij nu 12 groepen gaan hebben aanstaande maandag 13 maart hier in de Palmentuin. Die gaan strijden om de Sitari Malhu Wisseltrofee. En de groepen, zoals bekend, zijn er 3 groepen uit Leidingen en omgeving. Palm Boys, we hebben de groep van Bolo, we hebben de groep van Sri Mahashakti Durga Samaj van Leidingen en omgeving. Verder is Saramaka dit keer ook zwaar vertegenwoordigd. We hebben al die tijd Grand Creek gehad en Maho, waarbij de groep van de inheemse broeders van Grand Creek eerste jaar in 2014 de Sitari Malhu Wisseltrofee toen hebben gewonnen. En dit jaar hebben we dan Grand Creek, Maho en Calcutta. De jongeren van Calcutta doen dit jaar ook mee, omdat ze vinden dat dit Makenchor-spel in de jaren 60 is begonnen in Calcutta. Het werd in de jaren 60 daar georganiseerd door mijn en grootvader Sitari Malhu op Calcutta, waarbij groepen uit Nikeri en Wanika en Paramaribo naar Saramaka gingen voor het hele weekend. Daar bleven slapen, eten, drinken en toen werd het Makenchor-spel daar gehouden. En de mensen van Calcutta, de jongeren van Calcutta vinden van zij gaan de Sitari Malhu Wisseltrofee brengen naar de plaats waar het thuis hoort, en dat is Calcutta. Dus ik hoop dat het ze gaat lukken. En we hebben verder uit Paramaribo hebben wij verschillende culturele groepen. En waaronder de Chinese vereniging Xunfa Fui Kong, die ook gaat meedoen. We hebben de Javaanse vereniging Sana Budaya, die gaat meedoen. We hebben weer Naks Kaseko Loko,
de muziekformatie Naxkase Koloko, die met hun jongere formatie ook gaan proberen om de trofee, de Sitari Maluwese trofee te winnen. Ze doen al dit jaar voor de derde keer mee en ze zorgen toch voor heel wat hilarische momenten hier in de Palmetuin al die keren. En ik hoop dat het ze dit keer wel gaat lukken om de finale te bereiken en ook de finale te winnen. Ze hebben plechtig beloofd dat ze dat wel gaan redden dit jaar, dus laten we kijken wat het wordt. Verder mag ik ook zeggen met trots dat Nationaal Leger gaat participeren. Hun sportafdeling wat, van Nationaal Leger die gaat ook meedoen. En het is al die al, zijn allemaal geduchte tegenstanders om het de Brothers van Kommewijnen, die twee keer op rij, 2015 en in 2016, de wisseltrofee hebben gewonnen, de kampioen zijn. En als zij voor de derde keer nu gaan winnen dit jaar, worden zij eigenaar van de Sitari Malu wisseltrofee. En deze groepen allemaal van Saramaka, Wanika, dus Leidingen en Paramaribo, aan hun is de taak toegelegd om te voorkomen dat onze wisseltrofee voorgoed verdwijnt naar een Kommewijnen. Dus ze krijgen tegenstand dit jaar. Dus de Brothers gaat het denk ik heel moeilijk krijgen dit jaar om voor de derde keer deze wisseltrofee te gaan winnen. Hoe laat beginnen de activiteiten allemaal? We beginnen hier in de Palmetuin traditiegetrouw gewoon om 12 uur. De poorten gaan om 12 uur open. En dan beginnen we met heel veel culturele activiteiten. We hebben muziek hier op deze grote tent wat u achter mij ziet. De tenten worden nu neergezet. Er worden alle voorbereidingen getroffen voor aanstaande maandag. En we beginnen met Chautal groepen. We hebben Londa Genaj. We hebben Baitek Prins, Pradeep Suzerin met zijn Baitek Ghana formatie, een complete formatie. We hebben Cocktail, de band. Die gaat spelen. En we hebben ook Naxkase Koloko die hier gaat spelen. En het wordt een groot moment voor Naxkase Koloko, het optreden. Want we krijgen een sensatie, een primeur. Nisha Madaren, onze grote zangeres Nisha Madaren, die gaat samen met Kase Koloko Kaseko nummers in het Hindi zingen. Dus Hindi songs met Naxkase Koloko. Dat wordt echt een ware nationaal gebeuren hier in de Palmetuin. En na de finale, we beginnen om 4 uur dan met de voorronde van het Makenchoorspel met de 12 groepen. En daarvan gaan 5 snelste groepen, de 5 groepen die het snelst de pot met een kleurcel gaat omkiepen op 6 meter hoogte, die gaan naar de finale. En de finale gaat de pot met een meter omhoog naar 7 meter. En dan krijgen we de finale tussen de 5 groepen. En de beste, de snelste, die krijgt dan het Sitari Malu Wisse trofee. En we sluiten dan de avond af met een van onze topformaties van Suriname, South Southwest. Die ook een heel gemixt repertoire voor de dag hebben klaargezet. Heel veel Pagua nummers en Hindoestaanse nummers, niet-Hindoestaanse nummers. Van alles krijgt het publiek hier. Al bij al, het wordt hier in Suriname, of in Palmetuin, een nationaal gebeuren, waarbij alle bevolkingsgroepen niet alleen hier komen het feest komen meevieren, maar alle bevolkingsgroepen van Suriname die gaan participeren qua muziek en ook qua spel. Ook het Makenchoorspel door alle bevolkingsgroepen zoals ik dat heb genoemd. En wij proberen, dat is wat wij voor streven. Dat is wat wij ook in 2013 bij de introductie hebben beloofd aan de mensen. Dat mijn streven gaat zijn, het is om dit spel te verheffen tot een nationaal volksspel in Suriname. En als ik nu kijk naar de bezetting die we hebben nu straks en aanstaande maandag, dan denk ik wel dat ik ben geslaagd in mijn opzet. En het is aan de gemeenschap om te beslissen of ze dit willen accepteren als een nationaal volksspel. Want alle bevolkingsgroepen nemen hieraan deel. De toegang is gratis, heer Malhu? De toegang is geheel gratis. Alleen bij de poort wordt er heel streng gecontroleerd. Want we blijven erop hameren dat mensen alleen poeder, kleursel en een abier mogen meenemen naar binnen. Maar toch zijn er daartussen enkele vandalen die proberen modder in een emmer mee te nemen. Anderen proberen waterverf mee te nemen. Anderen proberen van alles en nog wat probeert men toch mee naar binnen te smokkelen. Maar het is tot nu toe niet gelukt in de Palmetuin. We hebben strenge controle bij de poort en het wordt gewoon, we vragen de mensen nogmaals om het niet te doen. Hier willen we familiegewijs dat vieren. De mensen komen met hun gezinnen, mensen komen met hun kinderen.
Vrouwen, dochters worden niet lastiggevallen in de Palmatuur. We waken ervoor. Daarvoor hebben we 20 man securitybedrijf hier met 20 man. We hebben de politie hier op de been constant. Dus op het moment dat men gaat rennen achter een ander, wordt men gelijk gestopt. Want mensen, als het moment dat die persoon gaat rennen voor jou wil, dat zeggen dat die persoon niet wil spelen. Dat jij niet aan die persoon moet komen. Dus ren niet achter zo'n persoon. Dat heeft geen zin. We willen geen problemen en we willen dat iedereen zich hier beschermd voelt en dat ze gewoon netjes worden hier wordt gehouden. En vandaar dat we dat ook overdag doen in de Palmetuin. En ik nodig een ieder uit om met hun gezin, met hun familie naar Palmetuin te komen. Hou je huis schoon. Ja, nodig iedereen uit in de Palmetuin en het wordt gezellig met de hele familie hier netjes gevierd. Er is volop eten, drinken hier verkrijgbaar tegen geschappelijke prijs. We hebben alle Surinaamse keukens hier aanwezig, van Creools eten tot Hindoestaanse barra en palauri en noem maar op, en gojia en doksa roti, alles is er, tot een barbecue kip en nasi bami. Dus er is volop eten drinken hier in de Palmetuin en er is heel veel te beleven. U gaat veel familie en vrienden hier ontmoeten en leuk gezellig met mooie muziek en natuurlijk onze hoogtepunt vanaf 4 uur, nationale Bakenjoor competitie. Het is namens Rani Entertainment en Anything International, dan alvast de holy boodschap. Laten we met z'n allen in harmonie, zo hoe wij het hier propageren in de Palmetuin, hoop ik ook dat het overal in Suriname gebeurt, dat wij in Suriname in harmonie leven. Dat elke keer wij ook met trots kunnen zeggen dat het Pagua-feest eigenlijk een van de weinige feestdagen zijn in Suriname die nationaal wordt gefeest. Waarbij elke bevolkingsgroep viert nationaal het Pagua-feest. En het leent zich ook voor. Begrijp je? Maar hier in de Palmetuin willen we de mensen de ware boodschap geven van wat het Pagua-feest inhoudt. Pagua-feest is niet alleen daru, doksa en dansen en mekaars kleren van het lijf scheuren en andermans vrouwen en meisjes, dochters lastigvallen. Nee, het Pagua-feest heeft een heel totaal andere betekenis. En dat is de boodschap die wij hier in de Palmetuin willen geven aan de mensen. En dat propageren we al 4 jaar. En met onze eerste lustrum nu, 5e jaar, hoop ik dat dat weer netjes gaat. En de mensen dat begrijpen en die waardering geven dat wat wij hier in de Palmetuin elk jaar voor ze organiseren. Dank u wel, heer Dinesman. Ja, dank u wel. En iedereen een Shupoli toegewenst alvast. Minister Jennifer van Dijk Silos van Justitie en Politie heeft bevestigd tegenover Staan Nieuws dat een van de meisjes, de 7-jarige Cindy, die vermist werd, levend terug is gevonden. Het andere kind, de 4-jarige Rahana, wordt nog steeds vermist. De minister heeft voorlopig reportage van het korps dat Cindy vanmiddag plotseling uit het bos kwam lopen naar de plek waar men met rituelen bezig was. De minister zegt dat het kind gelijk naar de arts is gebracht voor controle. De politie is bezig met het onderzoek. Nagegaan wordt hoe het kind plotseling tevoorschijn is gekomen. De minister geeft aan dat op dit moment niet meer informatie kan worden gegeven. Zij zegt dat alles aan gedaan wordt om de 4-jarige Rahana te vinden. De nieuwbouw op Witsanti kwam eerder deze week negatief in beeld vanwege de vernielingen die aan de gebouwen zijn aangericht. Ook hierover zijn door de DOE-fractie bij herhaling vragen aan beleidsmakers gesteld. Het ging daarbij primair om het openen van de school. Het gebouw staat er al een tijd, maar is helaas nog niet operationeel. Verklaringen die gegeven werden gaven de indruk dat de aannemers nog niet zouden zijn uitbetaald en dat de regering niet over de middelen beschikte om de werkzaamheden af te ronden. In een uitgegeven persbericht staat dat shutters zijn ingeslagen, elektra-installatieapparatuur en andere attributen voor de stroomvoorziening zijn weggedragen. Het bevreemdt de DOE-fractie dat er geen bewaking aanwezig was bij het pand. Dat er donoren bereid zijn de schade te herstellen is zonder meer positief, maar hier is een kritische noot op zijn plaats. We kunnen niet blijven dweilen met de kraan open. De weinige staatsmiddelen die ingezet worden voor het onderwijs gaan op deze wijze verloren.
kinderen in Para die al lange tijd zitten te wachten om onderwijs in het nieuwe gebouw te volgen, moeten dit ontberen. Er zijn klassen ondergebracht in het Jan Starke opleidingscentrum op Sandré 1, terwijl er nieuw afgebouwde lokalen op Witsanti staan. De inzet van DC Armand Jurel is positief, maar belangrijker is de school te openen en te voorzien van goede bewaking, zodat de ontwikkeling van onze kinderen niet onnodig oponthoud ondervindt, aldus Doe in een persbericht. In het parlement waren donderdag vragen over criminaliteit en het uitblijven van een adequate aanpak weer eens de hoofdmoot toen DNA-leden vraagstukken aan de regering voorlegden. Volgens DNA-lid Ingrid Kartabink leeft iedereen in het land momenteel in angst vanwege de gruwelijke misdrijven die gepleegd worden. Zij riep op tot aanpassing van het wetboek van strafrecht en toepassing van levenslange gevangenisstraffen voor moord en verkrachting. We voeren u naar het vraaguurtje in DNA donderdag. We maken ons ernstig zorgen over de toenemende criminaliteit in ons land. Het wordt gruwelijker, mevrouw de voorzitter. Iedereen leeft nu in angst. De totale samenleving leeft in angst. Bejaarde vrouwen worden ook verkracht, mevrouw de voorzitter. Jeugdigen worden met Big Boss bespoten en verkracht. Mooie, schattige jonge meisjes zijn nog steeds vermist. Lijk jonge dame in bloei van haar leven is laatst gevonden. Mevrouw de voorzitter, zij heeft sa en unukondre. Vader, oom, stiefvader misbruiken minderjarige dochters, mevrouw de voorzitter. Straffen moeten worden verhoogd, mevrouw de voorzitter. Hier in het parlement is door de meerderheid WTV binnen 1x24 uur goedgekeurd. Met dezezelfde voortvarendheid, mevrouw de voorzitter, kunnen we de wetboek van strafrecht ook wijzigen. Bij moord, verkrachting, levenslang opeisen. De rust moet terugkeren in onze samenleving, mevrouw de voorzitter. Vrouwen, meisjes moeten beschermd worden. Wat doet de regering? Mevrouw de voorzitter, als ingekomen stuk 1703, geluidsoverlast de Richelieu in Kommewijnen. De vorige DC, ik praat over 3 maanden voor 2017, dus voor 3 maart, is er een vergunning verstrekt waarbij betrokkenen instrumenten mag gebruiken des zondag. Er is overlast, mevrouw de voorzitter. Kan er alsjeblieft herziening plaatsvinden voor het verstrekken van vergunningen bij het gebruiken van instrumenten. Mevrouw de voorzitter, bij deze vraag ik ook rust te brengen in Richelieu. 1704-11, gronduitgifte Tamaho. Mevrouw de voorzitter, een ondernemer. Ja. Maho, oké. Regering. In elk geval, en mevrouw Bink, de informatie wil ik u wel geven dat het wetboek van strafrecht door het parlement in 2015 is aangepast. We hebben de levenslange gevangenisstraf verlengd van wat het was tot nog meer jaren, et cetera. Dus wat deze zaken betreft hebben we het al gedaan. We hebben aan de toenmalige minister Santokki hebben we ook straffen aangepast voor verkrachtingen en zedendelicten. Maar onze rechters zijn niet verplicht zich aan de maximumstraffen te houden. Dus, en wij bemoeien niet met de rechter. Dus wij kunnen die wetten maken en ze zijn al gemaakt. Oké, dat wil ik wel aangeven. Leefbaarheid en veiligheid moet centraal staan in elke woonomgeving. Vandaar dat ik het eens ben met collega Kartabink. En ik weet dat de minister van Justitie en Politie hard timmert om de Surinaamse samenleving die plaats op te geven wat de veiligheid betreft die hun toekomt, maar het is nog niet wat het wezen moet, zoals het geachtelid heeft aangegeven. Er moet meer communicatie zijn, betere voorlichting naar die samenleving toe en het opvoeren van het buurtgebonden politiezorg. De samenleving moet beter betrokken worden bij de bestrijding van die soort criminaliteiten, mevrouw de voorzitter. Voorzitter. Ik denk dat de regering niet serieus bezig is om de criminaliteit te bestrijden en de burgers te beschermen. Ik kan me niet voorstellen
dat de criminaliteit in alle aspecten explosief toeneemt en dat 30 voertuigen langer dan een maand geparkeerd staan op het terrein van Duisburglaan. Om te wachten op zwaailichten en herkenbare tekens om ingezet te worden voor de surveillance. Is dit het beleid van de regering op het stuk van de bestrijding van de criminaliteit? Hoe serieus is de regering bezig wanneer burgers elke dag gekapt worden, verkracht worden, mensen misbruikt, vrouwen misbruikt worden en dan staan voertuigen langer dan een maand te wachten op zwaailicht. Dit is onacceptabel, dit is ongehoord. Dit geeft aan dat de regering niets te maken heeft met de bescherming. Dit gaat maken dat burgers het recht in eigen handen nemen. Ze doen het al. En dat gaat maken dat de chaos en wanorde alleen maar gaat toenemen. Ik denk niet dat we zo'n samenleving willen. Ik vraag de regering, wat is de oorzaak dat voertuigen zo lang moeten wachten op strijping? Op zwaailicht? Wat is de reden? Heeft men zodanig niet kunnen plannen dat men niet geld had kunnen reserveren om minder voertuigen te kopen en gelijk geld reserveren voor de strijping? Ik heb ook begrepen dat die middelen niet beschikbaar zijn gesteld, omdat die leveranciers ook niet betaald zijn. Wie is men bezig voor de gek te houden? Laat me eerlijk komen met het verhaal naar die samenleving. Heeft men geld beschikbaar gesteld? Ja dan nee. Ja? Maar ik wil me aansluiten bij de vorige collega's die het hebben gehad over de criminaliteit. U ziet dat dat een heet hangijzer is. En het betekent dat er veel beter en veel meer gecommuniceerd moet worden naar de samenleving om het veiligheidsgevoel terug te brengen. Ik wil dus daarom de collega's ondersteunen, maar ook de minister van Justitie en Politie, de regering als geheel vragen om heel serieus aandacht aan deze kwestie te besteden. Ten aanzien van het ingekomen stuk 17411, het schrijven van ESAF, het volgende. Ik vraag ook aandacht, voorzitter, voor de veiligheid in de dorpsgemeenschappen. Tenminste de gebieden die toegankelijk zijn. Met name de Afobakkaweg richting Powakka, Carolina en Mapane, voorzitter. Er zijn gevallen meegemaakt waarbij mensen worden bedreigd wanneer er misstanden worden geconstateerd in de omgeving, voorzitter, en zelf mensen worden mishandeld. Ik vraag aandacht voor de drugsproblematiek in de dorpen, voorzitter. Ik zie dat de minister de intensieve samenwerking zal aangaan met de DIA. Ik hoop daarmee dat de drugshaarden ook in de dorpen worden aangepakt, voorzitter. Verder vraag ik ook aandacht voor de zandafgravingen in de dorpen. Op dit moment wordt er midden in het dorp zandafgravingen gedaan, zonder dat de lokale besturen dat weten, voorzitter. Ik vraag aandacht zelf ook, voorzitter, voor de illegale stropers in de gebieden die het milieu vernietigen, voorzitter. Op grond hiervan wil ik de regering vragen om de juridische mogelijkheden te bekijken om de grond te beschermen rondom de dorpsgemeenschappen tegen uitgifte totdat het grondenrechtenvraagstuk is opgelost, voorzitter. Verder nog om de jachtopzieners te intensificeren, voor inspectie tenminste, in de gebieden, omdat de stropers het milieu gewoon vernietigen, voorzitter. Ik wil van de regering of de minister van Justitie en Politie vragen, voorzitter. Wat voor beleid wordt er gevoerd, voorzitter? Zijn we een drugsexporterend land geworden, voorzitter? En langs weer, voorzitter, een schip helemaal in Brazilië, voorzitter. Onderschept. Wapens en cocaïne. Niet zo lang terug, voorzitter, op onze haven hier. Ongeveer 1000 kilogram, voorzitter. Men vangt de kleine visjes, voorzitter, de sribas. Maar die walvissen, voorzitter, ik heb begrepen, er is opdracht gegeven, stoppen met het onderzoek, voorzitter. Graag duidelijkheid hierin, voorzitter. Omdat het niet zo door kan, voorzitter. Wij worden internationaal te schande gezet. Wat voor beleid heeft de minister van Justitie en Politie ten aanzien van de criminaliteit? Is het haar bedoeling om de politieambtenaren te laten opsluiten? 2-3 dagen daar. Ja, dank u wel.
De 31-jarige Ronego Ameriba is vrijdag dodelijk geraakt door een kogel uit een jachtgeweer. Het incident vond plaats in het district Brokopondo. De redactie verneemt dat Ameriba, die werkzaam was bij een mijnbouwbedrijf in Brokopondo, na het werk door het bedrijf werd afgezet bij zijn voertuig. Op het moment dat het slachtoffer in de kofferbak van zijn auto wilde gaan, werd hij vanuit een hoogte beschoten door een toch nog toe onbekend persoon. Het slachtoffer werd in zijn borst geraakt en zich enkele meters verwijderd van zijn voertuig neer. Naar verluid zou de dader op het slachtoffer hebben gewacht. De politie, die nog geen verdachten heeft aangehouden, trof in de directe omgeving een jachtgeweer aan. In belang van het onderzoek is het ontzielde lichaam van Ameriba in beslag genomen. De politie van Brokopondo is belast met het onderzoek in deze zaak. Cilly Frans, een jonge inheemse vrouw, die greep op 8 maart bij de viering en of herdenking van Internationale Dag van de Vrouw de kans om haar eigen levensverhaal te vertellen. Dit moet een aanzet zijn voor andere jonge inheemse dames om, ondanks alle obstakels die zij zullen meemaken, om door te zetten. Cilly Frans heeft geen makkelijke periode gehad voor wat haar schoolperiode aangaat op een bepaalde school. En daarover vertelde zij openhartig. Wij voeren u naar het verhaal van een jonge inheemse vrouw. Trots zijn op wie ik ben, dat was ik niet altijd. En dat verhaal wil ik met jullie delen. Het onderwijs is de sleutel tot de toekomst, heeft mijn voorganger gezegd. En ik ben er eens mee. Maar ik kan wel aangeven dat de kans aanwezig is, vooral voor onze inheemse jongens en meisjes, dat het niet per se een sleutel kan zijn tot een betere toekomst. En dat geval zal voor mij ook gelden. Waarom zeg ik dat? Het onderwijs is voor mij het instituut geweest waardoor ik geconfronteerd ben geraakt met mijn identiteit in Suriname. Indiaan zijn. Ik zat in de derde MULO, dat is tevens een examenklas. En daar had ik een leerkracht biologie. En iedere keer wanneer hij in de klas kwam om zijn lessen te verzorgen, sprak hij over hoe Indianen leven in Suriname. Ze hebben geen geweldige huis. Ze wassen hun vaat in de kreken. Ze doen daar hun behoeften. Ze poetsen hun tanden met het water en dat gebruiken ze ook om te drinken. Dus allemaal niet, moet ik zeggen, prettige of mooie verhalen over wie Indianen zijn. Daarnaast deed hij het ook op deze manier door met een bepaalde accent te praten in de klas, in het Sranantongo, en iedereen maar aan het lachen. En dan komt hij bij mij dan en zegt, Frans, is het niet zo? En ik kijk hem aan en ik zeg, ik ken dat niet, dus ik ga niet bevestigen dat het zo is. Maar hij bleef maar aandringen van, ja, zo leven ze. Ze snijden hun vlees op de grond, helemaal niet hygiënisch. En ik maar ontkennen, want ik ken dat leven niet. Ik ben geboren in de stad, ben opgegroeid in de stad. Mijn ouders komen wel van een dorp, maar dat leven ken ik niet zoals zij dat kennen. Trouwens, wanneer we in de vakantie naar mijn ouderlijk dorp gingen, kan ik me alleen maar prettige herinneringen heugen. Mooie kreek, ik ging graag zwemmen, alhoewel ik niet goed kan zwemmen. Ik kan momenten herinneren waar we onze vaart langs de kreek gingen wassen, kleren wassen. En gewoon direct baden, vissen. Dus hele prettige herinneringen van een dorpsleven. Maar datgene wat onze leerkracht daar aan het verkondigen was, klopte niet met mijn beleving en met mijn realiteit. Dus ik kon dat ook niet bevestigen. En daarover werd hij heel kwaad soms. En ik ervoer het natuurlijk niet prettig. Een hele jaar heb ik daaronder geleden. Er was zelfs eens een boottrip met dezelfde leerkracht. En op die boottrip had hij ook wat gedronken en hij deed ook bepaalde uitspraken. Dus het was nooit een prettige ervaring met deze docent. En wat ik veel niet ook prettig vond, is dat andere collega's hem ook niet daarop aanspraken. En ook mijn medestudenten, die durfden ook niet iets daarover te zeggen. Ze lachten soms mee, soms was het wel rustig in de klas. Dus helemaal geen prettige ervaring in de klas. Het werd te veel. Natuurlijk vertelde ik mijn ouders thuis. En één advies dat ons ouders ons altijd heeft meegegeven van luister, ken je waarde. Als je weet wie jij bent,
draagt dat ook uit. Want een andere kan jou niet beter waarderen dan jezelf. Dus zelfwaardering hebben voor jezelf begint bij jouzelf. Draag dat uit. En anderen zullen dat zien en respecteren, anderen weer niet. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Maar dat jouw zelfbeeld moet je nooit veranderen. En blijf dat hoog houden. Dus met die adviezen werd ik bemoedigd om iedere keer weer in de klas te gaan zitten. En door dat hele situatie heen te gaan. Uiteindelijk werd het te veel. En wat de druppel die het emmer deed overlopen, had te maken met een geval waarbij ik mijn zusje opwachtte, want hij was ook een leraar van mijn zusje. En de school was al bijna om en ik wachtte buiten de klas op mijn zusje. Maar hij rondde zijn lessen nog niet af, dus ik maar wachtte buiten rustig. En plotseling zag ik hem naar buiten komen. En weet je wat hij aan me zei? Hij zei, Bufutja man, mars! En ik schrok, want ik had dat niet verwacht. En die woorden hebben me zo getroffen. En ik begon vlak daar te huilen. Ja? Hij ging toen weer in de klas. Hij rondde zijn lessen af. En hij liet zijn klas dus gaan. En mijn zusje kwam dus naar buiten en ze gaf me direct een omhelzing. Want ze heeft het ook gezien en gehoord. Dus we liepen en ik probeerde aan de docent te zeggen van luister, wat heb ik gedaan? Ik ben geen hond, je kan me niet zo wegjagen. Natuurlijk met tranen in mijn ogen. En mijn zusje, zo braaf dat ze is, stond naast me en ze ging dus naar de school en zei van wat er is gebeurd. En de school zei van oké, luister, de school is al om, we spreken het morgen wel. Dus die situatie heeft dus ertoe geleid dat mijn ouders dus naar school is gekomen, mijn moeder. En zij heeft dus meteen de betreffende docent geconfronteerd en zegt, wat is jouw probleem met Indianen? Wat hebben Indianen jou aangedaan? Want hij beweerde dat hij helemaal geen issue met mij heeft. Je mag de studenten gaan vragen, er is niets aan de hand, ik geef gewoon netjes en keurig mijn les. Maar natuurlijk, een kind gaat niet tegen dingen aan haar ouders een leugen vertellen over een leerkracht. En de hele school wist het. Maar goed, mijn ouders zijn dus geweest, mijn moeder heeft dus aangegeven, als dit niet stopt, als die klachten niet stoppen, dan weet ze al, de volgende stap is ze al ondernemen. Ze gaat aan de schoolinspectie en ze gaat haar beklag doen. De school heeft toen toegezegd van luister, u hoeft dat niet te doen, we gaan het zelf netjes afhandelen, u gaat geen klachten meer ontvangen, u hoeft niet naar de schoolinspectie te gaan. Goed, dus het gesprek is dus afgelopen en de leerkracht heeft dus aangegeven van luister, ik ga helemaal niet bemoeien met je dochter, ik zal gewoon mijn dingen doen, mijn les geven, dat is het. En wat betekende dat voor mij? Ik ga u eerlijk zeggen, in de klas betekende dus, wanneer de leerkracht de presenties opnam, werd elke naam van elke leerling opgelezen. In mijn geval werd mijn naam niet eens opgelezen, maar ik zat in de klas. Een ander voorbeeld is dat als de desbetreffende leerkracht zijn repetitieplaatjes uitdeelde, riep hij je naam en dan kan je naar voren stappen en dan gaf hij je jouw repetitieblaadje. In mijn geval legde hij mijn werkblad helemaal in een hoekje van zijn bureau, zonder mijn naam op te noemen. En ik moest dus weten dat het mijn werkblad was. Ik moest van mijn plekje opstaan en mijn werkblad nemen. Wat ik heel moeilijk heb gevonden toen is dat het soms kan voorkomen dat leerkrachten je minder waardering geven voor jouw antwoorden. Wat moet je dan doen? Als leerling moet je dus toestappen naar de leerkracht en zeggen van luister, zou je weer kunnen kijken als de puntenwaardering correct is? Dus iedere keer wanneer ik een repetitie heb gemaakt, hoopte ik dat ik niet minder punten ergens heb gekregen. Want dan zou het betekenen dat ik dus naar de leerkracht moet toestappen en vragen om het te corrigeren. En ik weet niet wat zijn reactie zou zijn. En het heeft zich een keertje voorgedaan. Maar ik heb toch alle moed gepakt, want ik werkte al niet zo goed met zijn vak. Dus ik dacht, ik kan niet, ik zou het niet kunnen redden als ik het gewoon zo laat staan. Terwijl ik weet dat ik een betere beoordeling moet krijgen. Dus ik heb alle moed gepakt. En ik ben geweest en ik heb mijn blaadje ingediend en ik heb gevraagd dat het gecorrigeerd wordt. En hij heeft het gedaan zonder een woord A of B te zeggen, maar hij heeft gezien dat het inderdaad niet correct was en heeft het gecorrigeerd. Dus ik was blij daarmee. Maar goed, gelukkig deed dat zich niet zo vaak voor.
En ik heb het schooljaar succesvol kunnen afronden, mijn scholing afgerond. En ik dacht, ik ben blij, ik kan weg van die school. En zo heb ik dan mijn middelbare opleiding begonnen, ben ik begonnen. Daarna mijn universitaire opleiding. En ik moet u zeggen, want ik ga mijn verhaal niet zo lang maken. Mijn ervaring op de middelbare en de universitaire opleiding was heel positief. Ik werd daar gewaardeerd voor wie ik ben, dat ik een Indiaan ben. In de klas had je leerkrachten die er niet voor schroomden om te zeggen van luister, ga door, zorg ervoor dat je niet zwanger wordt. Want die velen van jullie halen het zo ver. Dus ga door, zet je in, jouw mensen hebben je hart nodig. En ze waren niet Indianen, ze waren van een andere etnische groep. Maar die waardering die ik daar kreeg, heeft me zo enorm geholpen. En ik had een prettige schoolervaring op de middelbare school en op de universiteit. Dus ik ben heel blij dat ik ondanks die tegenslagen zeg maar, niet heb opgegeven, maar ben doorgegaan. Doorgegaan omdat ik sterke ouders had, hun betrokkenheid in ons leven. Tot de dag van vandaag, zelfs mijn moeder is hier, ik heb haar gevraagd om aanwezig te zijn. Ze heeft meegemaakt. Ja, alsjeblieft. Ze heeft meegemaakt waar ik zeg maar door dalen ben gegaan. En ik dacht, als je daar kon zijn voor mij en zo trouw naast me kon zijn, je liefde kon geven, je support kon geven, dan wil ik het heel graag dat wanneer er momenten zijn waar ik zeg maar aan de top mag zijn, voor een korte moment, ook al is het voor een korte moment, heb ik er dan ook heel graag bij me. Dus ik ben heel blij dat ze vandaag hier kon zijn, samen met mijn zus die me ook ondersteunt. En ja, een hele grote familie heb ik thuis die me gewoon powert. Dus dat wilde ik met jullie delen. Gewoon hoopvol blijven en in jezelf geloven. En die waarde hoog houden en uitdragen in alles wat je doet. De politie van Regio West heeft voor het lange weekende, waarin het Pagua-feest wordt gevierd, een draaiboek over de te voeren acties opgesteld dat zal worden uitgevoerd. Volgens de regio-commandant van Nikeri, commissaris van politie Vijay Kumar Odit, is het alom bekend dat het district Nikeri goed wordt bezocht door feestvierenden. Er zullen maatregelen worden getroffen voor de ordehandhaving binnen het district. De politie zal te voet surveilleren en op de motorfiets. De bikers zullen eveneens worden ingezet. Er zal worden opgetreden tegen bestuurders die onder invloed van alcohol aan het verkeer zullen deelnemen. Tegen dronkaards die voor winkels alcohol nuttigen en de openbare orde verstoren, door zal worden opgetreden. Er zullen eveneens onopvallende surveillances worden uitgevoerd. De acties zullen in samenwerking met leden van het Nationaal Leger worden uitgevoerd. De politie doet een beroep op alle feestvierders om zich te houden aan alle wettelijke voorschriften, zowel in het verkeer als op alle openbare plekken waar zij zich zullen begeven.